We zijn hier op de modelbouwbeurs in Goes in de Zeelandhallen. Het jaar 2023. Het is alweer een paar jaar geleden dat de beurs er was. En ik spreek met meneer Stoop. Goedemorgen. Goedemorgen. Kunt u iets vertellen over de raceauto's? Nou, wij zijn hier namens de Carrera Club Nederland. Wij bestaan dit jaar 36 jaar en zijn nog steeds een hele fanatieke club met vooral helaas oudere deelnemers. En wij hebben enkele banen tot onze beschikking waar we regelmatig clubavonden organiseren. En wat het leukste is van de meesten die niet alleen willen racen, maar ook verzamelen. En de naam Carrera zegt het al, we zijn het meeste begaan met het merk Carrera zelf, die fantastische mooie auto's maakt en die ontzettend fijn rijden. Dus we zijn nog steeds kleine kinderen als het wat dat betreft op zo'n avond. Het gaat heel nergens over, maar we genieten als kleine kinderen. Kunt u iets vertellen over die mooie witte auto daar? Is dat een... Dit is een Carrera Formule 1 auto. Die is één keer heeft Max Verstappen met zo'n auto gereden in Japan. Die wordt niet gemaakt door de fabriek, maar dan heb ik gewoon een bestaande andere auto van Carrera omgebouwd tot deze auto. Ja, en dat doen we dan ook gewoon met de hele club. Hè. Dan bestellen we die stickers, iemand kan die stickers wel maken enzovoort. Wat is het bijzondere aan deze auto? Hij is maar één keer door Max gereden in Japan in 2021. Ja. Oké, okay, en die andere, de originele van Max, staat die ook hier? Deze. Oh ja. Met de hele crew erbij. En deze wordt zo standaard geleverd vanuit de doos. Net als deze rode Ferrari. Oh ja. Dat zijn dan de standaard auto's van Carrera. En dan, wat ik al zeg, het leuke is ook het ermee knutselen. Ja, het is best druk hè nu. Ja, het is ontzettend druk. Ik heb hier nog nooit zo druk mee gemaakt. Nee. Sinds wanneer is de beurs weer opnieuw gehouden? Ja, de laatste keer was de week voordat Corona in Nederland kwam. Dat is 2020. Net 2020. Ja. Oké, dank u wel. Fijne dag verder. Dank u. En we gaan er wat moois van maken. Alright. Dank je wel.